Hey mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom video. Vandaag staan we weer voor de poorten van Trintium, wat jullie eigenlijk nog helemaal niet hebben gezien. En ik ga jullie vandaag ook een deel van Trintium laten zien, van Trintium, van Tilivia, wat jullie nog helemaal niet hebben gezien. Vandaag gaan we niet de hoofdstad in om te kijken, maar we gaan naar de Tolbrug om te kijken wat daar helemaal is gebouwd. Want er is veel gebeurd bij de Tolbrug, er zijn veel verhalen te halen bij de Tolbrug van Tilivia. Dit zijn nu de stadsmuren en de farm dingen wat helemaal onder de muur heen komt. Dat ga ik jullie een andere keer laten zien. Vandaag gaan we naar de Tolbrug, want ik vond dat we dat eigenlijk nog even moeten kijken. Omdat we dat nog niet hadden gedaan in een Tilivia update. Dus dat gaan we nu doen en ik ben expres hier begonnen omdat er een heel vet pad naartoe is. Wat wij ook nog niet hebben, wat ik ook nog niet heb laten zien, want het is een heel erg cool pad. Wat leidt naar... En ik weet niet waarom, maar op Kingdom heb ik fucking harde lag. En ik weet niet waarom. Als ik zodra ik mijn record aanzet, ga ik gelijk naar de 10 FPS. En voordat ik record, dan heb ik gewoon 60 FPS. En er is helemaal niks aan de hand. Dus ik heb geen flauw idee wat er mis is. En waarom dat zo is. Als iemand dat weet, laat het alsjeblieft aan me weten. Want ik word er echt helemaal gek van. Dus we gaan nu eventjes een tijdje lopen naar de Tolbrug. Want er is daar veel gebeurd. De Tolbrug was eigenlijk puur voor de betere handel tussen Iridon en Tilivia. Maar uiteindelijk zijn we er alleen maar slechter door geworden met Iridon. Omdat er veel vechten kwam daardoor. Omdat mensen die moesten tol betalen. Want we hadden een tolpunt. Wow. Want we hadden een tolpunt. En die was... Ja, dat was best wel door veel Tilivianen bewaakt. En iedereen van Iridon die naar ons toe kwam moest eigenlijk tol betalen. Waar Iridon een beetje gek van werd. Maar uiteindelijk moesten we ook bij hun tol betalen. Dus whatever. In ieder geval, er kwamen veel kills in de chat daardoor. Waardoor wij niet echt veel beter werden met Iridon dan dat we waren. We zijn nu wel weer good met Iridon. Maar het is nog steeds een beetje afwachten. Zoals je ziet, hier is het hele pad door de hele Rimboe heen. Ja, we zijn eigenlijk weer goed met Iridon. Maar er was één hele erge oorlog op de brug. Waar ook Hivar kwam om te helpen en zo. Was wel grappig, maar gelukkig is het over. Want nu kunnen we weer gewoon traden. Wat veel beter is voor Tilivia. Trintium, de stad van rijkdom en handel. Zoals je ziet, we gaan hier over een leuk bruggetje heen. Wat altijd goed is. En ja, je ziet ook wel dat we echt dicht begroeide jungle hebben. Wat best wel irritant is om doorheen te lopen. Daarom hebben we ook echt gewoon geen tunnel gemaakt. Wat ik eigenlijk wel preferde. Zo'n tunneltje leek mij wel cool. Weet je, ga je gewoon recht naar je bestemming. Maar Mark wilde fancy helemaal over de berg een pad maken. Ja, prima. Het ziet er uiteindelijk wel nice uit. En het is goed uitgepakt. We zijn er bijna. We zijn bijna aangekomen bij het tolpunt. Er wordt ook een hele stad gebouwd daarbij. En dat moet een van de rijkste steden gaan worden. Het is geen stad. Het is meer een... het is meer een dorpje. Het wordt meer een rijk dorp die daar gevestigd zit. We hebben ook heel veel nieuwe spelers erbij gekregen. Wat super tof is. Ik zal even de statsboard aandoen. Kingdom. Statsboard. Dit kan... nu kan iedere speler die kan statsboard. Omdat er regels zijn met hoeveel mensen je zeg maar naar een ander kingdom toe mag om te raiden. Zeg maar. Dat is 1/4 van je kingdom mag naar een ander kingdom om te vechten. Meer dan ben je de lul, want dat mag niet. We zijn hier nu aangekomen bij het skeleton. Mobs zijn aangezet trouwens, heel leuk, want je kan er van alles mee doen. Ja, mobs staan aan. Meer leven in de kingdom, hoezee. Dit is een soort van muur. Ik heb dit nog niet helemaal perfect goed bekeken eigenlijk. Ik ben er een paar keer langs gelopen. Je hebt hier een soort van... Ja, wacht. Wat is het eigenlijk? Het is een soort van muurtje. Wat om de hele stad... Nou, om dit hele dorp heen komt. Dus dat gaan we even checken. Daar gaan we gewoon even gebruik van maken. Ik denk dat het dan zo is dat je dan anders niet met een bootje kan varen of zo.
Nou, dat kan ook weer niet. Want anders moet je zeg maar het hele Telivia moet je afzetten met een muur. Ik denk dat we daar niet de tijd in gaan steken. Omdat dat gewoon een beetje pointless is. Torrentje. Dan gaan we heel even hier overheen jumpen. Ik heb trouwens Optifine in mijn Minecraft geflikkerd. Omdat ik de lag zat was. Maar uiteindelijk record ik nu weer en heb ik weer lag. Wat best wel irritant is en ik snap niet waarom. Want ik had laatst gewoon gerecord en toen had ik totaal geen lag. En nu heb ik het ineens wel weer. Maar op Kingdom is het vooral heel erg. Ik weet niet waarom. Want de TPS is gewoon prima. 20. Maar mijn FPS is zeer laag. Ik weet niet hoe dat komt. Maar er komt hier dus een hele stad omheen. Een dorpje meer, geen stad. En dan gaan wij nu even over de... Hier, de bruggen staan zeggen ziek. Heeft Mark gemaakt. De brug. Zie je, is echt helemaal een brug van dit formaat. Helemaal naar de overkant naar Eredon. Ik zal ook nog wel even snel naar Eredon sprinten. Wat best wel cool is. Want we komen hier nu bij het tolpunt van Telivia. Eerst stond daar links een vlag van Eredon. Ik weet niet waarom dat nu Telivia is geworden. Maar dit is het tolpunt waar zoveel gevochten is. Ik weet niet wat hier staat. We love Dwight Leroy. Eredon Army, lol. Please, dudes. Please. Torentje. De tolbrug ding zelf. Waarom is dit nou weer dicht, jongens? Please. Dan gaan we hier even in. En dan gaan we naar boven. Want hier heb je dan uitzicht op de tolbrug als je iets fout gaat. En hierboven heb je dan ook weer, wat is dit? Niks. En dan kan je hier ook weer naar beneden schieten. Nou, best wel vet toch? Ja, best wel cool man. Thanks. Best wel cool man. Ik heb het niet gebouwd. Mark bouwt de meeste dingen uit zijn eigen ideeën. Prima, weet je. Mark, doe je go your gang. Cellencomplex hebben we ook, omdat er ook natuurlijk stoute Eredonners zijn en die moeten dan in een celletje gepropt worden. Ik weet niet waarom deze deur weg is. Dat check ik dadelijk wel eventjes. Want daar hebben we nu even geen tijd voor, want we gaan even snel naar Eredon sprinten. Ik hoop niet dat ik gereept word. Gewoon heel even laten zien hoe lang de brug is en voor de rest... voor de rest is er dan eigenlijk niks aan de hand. Ik ga niet Eredon zelf in, want dan krijg ik weer problemen. Want ik moet eigenlijk vragen. Maar ik ga gewoon heel even naar het einde van de brug lopen. En dan is het klaar. Want meestal staan er aan het einde van de brug allemaal Eredonners te vissen. Dus ik laat jullie dat nog even zien. En dan is deze aflevering alweer klaar. Ik vind het heel leuk, jongens. Behalve de lag. Ik wil best wel vaker Kingdom gaan opnemen. Misschien zelfs dat ik ook ga bouwen. Of bezig gaan met projectdingetjes. Maar die toertjes zijn toch wel wat meer efficiënt. Nou, hier zijn we dan bij Eredon. Dat is eigenlijk best wel snel gegaan. En hun zijn hier ook een hele stad aan het bouwen. Zoals je ziet. Die stad, dit wordt echt sick. Een soort van gebouwding. Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Like alsjeblieft, ondanks de lag. En dan zie ik jullie volgende keer een nieuwe Telivia update waar wij de stad gaan bekijken. In plaats van het tolpunt wat we eigenlijk nu hebben gedaan. Stad is echt heel veel veranderd, dat garandeer ik je. Dus de volgende keer weer een nieuwe Telivia update. En dan zie ik jullie daar later. Peace! Die gehaald moet worden. De 10 kills trickshot. Oh, nou, we hadden een trickshot.